Orchester Andermatter Musikverein. Zeg het eventjes, want die belhamers die halen altijd van alles uit. Verschrikkelijk. Nou, als die er niet zijn, dan komt alles goed. Wist u trouwens al, in Anderberg hebben wij iets heel bijzonders. Als we elkaar groeten in Anderberg, dan zeggen we niet... Nee, dat zeggen we dus juist niet. Nee, wat zeggen wij wel? Koekoek. Ja. Koekoek. Dus je komt iemand tegen. Koekoek. Koekoek. Ja, precies, inderdaad. Ja, gezellig. Dat doen we heel graag. Wij zijn gek op koekoeksklokken en alles wat koekoek roept. En daarom hebben we het volgende liedje, de koekoeksvals. Als wij zeggen koekoek, dan doen we ook eventjes, hop, zo'n beweging erbij. De mevrouw gaat u lekker staan bij de koekoeksvals. Bent u er klaar voor? Ga even voor, hoor. Koekoek. Frans met een lief aan de zoek. De sleutel is zoek. Max en Moritz gaan op de hoek. Straks rijden ze billen. La 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 la
Mevrouw Smetterling op bezoek. Die sleutel is zoek. Mag ze Moritz gaan om de hoek? Die krijgen binnenkort. Gezellig hier op het dorpsfeest. U boft maar weer, want misschien wist u het al, maar wij hebben hier op dit plein de allerbeste echo van heel Anderberg. Hier tussen deze drie bergen is alles wat je zegt, komt direct weer terug. Dus als je zegt, koekoek, koekoek, zegt u eens wat meneer. Koekoek, koekoek, ja, zegt u eens iets anders meneer. Lieve mensen, wij gaan een muziekstukje maken. Geïnspireerd op de echo van Anderberg. Fräulein Hoepen, wilt u misschien op die berg daar gaan staan? Ja, bij die jonge dame daar. Die berg? Laat dat maar aan Fräulein Vogel. Nou, ja, Fräulein Vogel. Wilt u dat doen? Als 15-jarige. Ja, dat kan. Nou, Fräulein Hoepen. Ja. Wilt u dan misschien op die berg aan staan? Die berg aan. Dat wilt u wel, hè? Ja, dat wil. Wilt u misschien even bij die berg? Ja. En u ziet het. De muziekvrij heeft de positie gekozen op de bergen. En als u hier in deze gouden driehoek zit, dan heeft u de allermooiste echo van heel Anderberg. Moet u maar luisteren. Sluit uw ogen, oren open en geniet van die Anderberger trompeten. Lieve gasten,
Hier in Anderberg hebben we vandaag een primeur. O jee. Ja, ja. Iets nieuws. Oh, oh. Een nieuw muziekstukje. Een nieuw liedje. Ja. In Kostvaart heb ik het gelijk genoemd. Niks gevonden in het postvakje? Nou, lees met mij mee. Het is een nieuw liedje, nog nooit gespeeld hier. Helemaal nieuw, vers van pers. En het liedje heet, ja, staat er dan? Eppans. Eppans. Ja, het is niet moeilijk hoor, je moet spelen. Kunt u het lezen? Ja, ik kan het lezen. Dat klopt niet helemaal mooi, toch? Was dit goed? Nee, hè? Dat is helemaal goed. Hij klopt het niet helemaal. Maar het staat er wel, dus je kan ook een foutje hebben gemaakt. We doen het gewoon nog een keer. Tweede poging, dames en heren. Eppans. 1, 2, 3, 4. Nee. Wacht eens even. Dat klinkt echt niet goed, hoor. Staat er wel. Nee, maar, oh, kijk. Als ik het plaatje omdraai, ja, dan klopt het wel. Maar ja, wie heeft dan het omgedraaid? Hebben jullie dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Gooi dan op, hè. Max het Moritz! En als je het plaatje omdraait, dan staat er niet Ipans, maar dan staat er... Iets heel anders. Dan gaat er 1, 2, 3, 4... Ik is nog niet als kleine krokodil. Kom als ik het ben, dan stik hier ik dan niet. Zoals dat is, in mijn ogen. En wat een schuister stak ik op haar. Hey! Schuister stak ik, wij gaan het dorpsfeest officieel openen. Dat doen we met een liedje en we zullen aansluitend ook de vlag gaan hezen. Dat is een officieel moment, dus dat betekent dat iedereen eventjes zijn kleertjes recht moet doen. Hier, ik zal eventjes de kraag een beetje dicht doen. De voeten op de grond. Wanneer ook de voeten, de beentjes tegen elkaar aan. De benen tegen elkaar. Ja, dan kan nog een kolonne doorheen, dat is niet netjes, ook bij u meneer. En dan gaan we, dames en heren, officieel het Anderberger volkslied zingen. 1, 2, 3, 4. Come on.
Waarachtig, ja, wonderschön. Het is de kiem van ons lied, we vergeten het niet. Het is de bron van ons bestaan. Iedereen die staat klaar voor het feest van het jaar. Zodat we zo meteen kunnen genieten van onze echte mooie jaarlijkse traditie, het dorpsfeest. Bij het hijsen van de vlag, net als bij het volkslied, moeten we even rechtop blijven zitten en met respect betuigen voor de vlag. Vloer en Vogel, u mag alvast inzetten. Thank you.
Dan is het nu tijd voor iets heel anders. Een beetje ja, meer naar binnen gericht, zullen we zeggen. Het is tijd voor romantiek. Ja, het lijkt wel of ik ze overal zie zweven daar. Zo zie je het ook. Maar kijk dan toch, dat is toch een sweater daar. Dat is wat er. Hé, hey, daar heb ik. Ja, daar zit. Daar zit gewoon een sweater. Oh nee, dat dacht ik. Is dat een sweater in van? Nee. Ik ben een beetje er waar. Lieve mensen, een romantisch liedje. Ander Bergerlein. Oh, ik ben verliefd.
Pizza!
vertrek van de kring. Ja, lieve mensen. Ja. Ik heb een treurige mededeling. Een teleurende mededeling. Er is een tijd van komen. En een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. De tijd van komen is gegaan. Of zoals wij in Anderberg zeggen. Alles had een end. Nur ein Wurst. Had zwaar. Ja, maak er wat van. Lieve mensen, wij gaan nu weg, maar wij komen terug! Ah, dat mag best wel van, ze komen terug. Ja, we nemen een afscheid met een gepast lied. Misschien kent u het wel. Het voelt een beetje als u vooral een vriend bent van mij. En daarom de volgende. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für uns zu gehen. Was wir noch zu sagen hätten, noch eine Tüte. Einen lecker backen Tee. Und hier ist es gut, ja hier ist es fein. Wir machen Musik hier auf dem Plein. Samen lachen zu kommen, die Fantasie. Vor alle Menschen hier. Ik vind het zo treurig dit, dames en heren. Zo treurig afscheid nemen. Meneer vindt het ook. We gaan een heel dag met applaus halen, want ze hebben fantastisch gespeeld, dacht ik. Ja, u mag applaudisseren. Sterker nog, u mag blijven applaudisseren. Dan gaan wij een eremaat applaus halen. Ja. Een eremaatje maken. Let's go, ja. Oh, let's go. 1, ja, dat is 1. 1, 2, 3, 4. Dankjewel. Dankjewel. Oh, thank you.